We zijn kampioen, hè? Denk het wel. Ja, hè? Zit er wel in. De kans is wel groot dat wij kampioen worden. Geloof je er weer in? Ja, nu wel weer. Nadat PSV gelijk heeft gespeeld. Tegen Heerenveen geloof ik dat het een kans is, ja. Fijn dat de PSV is toch weer een andere wedstrijd, hè? Dit is dan een normale wedstrijd. En, Kuip ook dat ze verliezen natuurlijk, hè? Ik denk dat Fijn dat ons weer gaat redden. Ja, misschien wel, hè? Ja, altijd zo, als het publiek van Feyenoord dit niet wil, dan spelen ze wel goed. Ja, dus ik denk ook inderdaad, het wordt gewoon 2-1 voor Feyenoord of zo. Ja, ik denk wel dat Feyenoord wint thuis, ja. Ja, het wordt ook wel tijd voor Feyenoord dat ze een keer goed voetbal laten zien en dat ze wat punten gaan pakken. Maar een paar dagen daarna moeten ze in de beker de finale. Ja, die denk dat ze daar alles op gaan gooien. Ja, in de competitie hebben ze niks meer te winnen eigenlijk. Nee, dat is ook wel zo, maar... Wat ik al zei, het is wel een soort andere wedstrijd, weet je. Die wil je gewoon sowieso winnen. Dat maakt niet uit. Ik denk niet dat ze daarmee bezig zijn, met denk ik, oh, de beker. Het is wel een laatste redding, maar het is gewoon een wedstrijd op zich. In principe, hun seizoen is toch gewoon gered als ze de beker pakken? Tuurlijk. Ja, dat is wel zo, maar het is gewoon een slecht seizoen voor Feyenoord. Maar, zijn ze wel gewend, toch? Helaas, weer 18 jaar wachten. Was de hand van Ten Hag zichtbaar eindelijk, of vind je dat onzin? Nou ja, ik weet sowieso dat hij wel echt een goede trainer is, weet je wel. Ik heb met hem gespeeld en bij Twente toen was het wel echt een leider. En ook in de rust altijd zo en zo moeten we het doen. Ja, kon je het verstaan? Ja, het was wel, ik moest wel wennen, ja, maar ik kom ook uit die buurt, hè, dus. Ja, precies, dat is waar. Maar ik denk dat het wel, weet je wel, ik heb het gevoel als ik naar Ten Hag kijk, dat hij echt iets wil brengen en dat het dan een soort van vastigheid wordt, weet je, dat het gewoon, ik denk als Ten Hag gewoon het begin van het seizoen bij Ajax had getraind, dat we nu gewoon dik bovenaan hadden gestaan. Dat is ook nog wel een ding wat je veel hoort, hè? Van, het is wel een goede trainer, maar past hij bij Ajax op de dag? Jawel, ik denk het wel. Ik denk ook als je zo kijkt, hij is nog wel vrij jong en hij houdt wel van lang trainen, hè? Dat houdt hij van. Ja, dat is prima. Twee uur of zo, hè? Die jongens die zijn gewoon tot 3 uur op de club. Ah. Vroeger was het gewoon om 1 uur zat je in de auto naar huis, maar nu is dat niet meer. Ja. En dus gewoon 's ochtends trainen, 's middags wat krachttraining en dat soort dingen allemaal doen. En, ik denk dat hij dat heeft meegenomen vanuit Duitsland, toen hij daar trainer was. Eigenlijk moet ik zeggen, bij Twente was het ook al wel zo, hoor, dat wij veel 2 keer trainen op een Duitsland. Bij Twente. Ja, dat is ook Duitsland. Ja. Dat is Duitsland. Bijna Duitsland. Arnhem ook bijna Duitsland. Ja. Maar dat heeft hij wel meegenomen. En ik denk dat het ook wel goed is voor zijn elftal. Jonge gasten, conditioneel een streepje voor hebben op de rest. Ja. Heb je een beetje op Eiting gelet eigenlijk? Goeie. Is goed, hè? Dat is niet normaal. Ik denk net of dat hij al jaren in dat elftal speelde. Ja. Ja, dat is super. Ik vond het echt gewoon echt een Ajax speler. Die kan makkelijk, die kun je zo inpassen. Ja. Zo. Maar ik had dan gehoord over hem, weet je wel. Maar ja, hij heeft best wel eigenlijk late kans gekregen. En, ja, maar we hebben natuurlijk wel een stuk in stevig middenveld de afgelopen jaren. Ja, goed, allemaal goed. Daarom is het moeilijk om ertussen te komen. Maar daarom ben ik wel blij dat hij die kans gekregen heeft. Ja. Want nu heeft hij gewoon laten zien gelijk van, hé, ik hoor hier ook thuis. Ja, zeker. En wat denk je over volgend jaar gesproken? Gaan we spelers verliezen? Ik bedoel, Kluivert, dat contract komt er maar niet. Ik hoorde van de week bij Kees Jansma, die zei... Die gaat voor 100 miljoen weg. Kluivert. En daar was hij echt doodserieus over, hè? Dus die zei dat Kees? Ja. Hij zei 40 miljoen gaan naar Ajax. En die overige 60 miljoen gaan naar Raiola en naar Justin zelf. Ja, het kan maar zo. Kijk, tegenwoordig is het... die bedragen worden steeds gekker. Maar ik weet niet, man. Ik denk niet, 100 miljoen is nog te vroeg voor. Nog 1 jaar contract, hè? Ja, dat ook nog. Dus dan... Ja, ze moeten dat contract gaan verlengen, dan kunnen ze misschien meer gaan vragen of zo. Maar denk je dat een team voor 1 seizoen 100 miljoen zou uitgeven? Sowieso niet voor Kluivert, denk ik toch? Nee, nog niet. Denk je dat Raiola daaraan mee gaat werken, dat hij zijn contract lang goed verlengt?
Nee. Nee, dat wil ik niet. Die wil gewoon cashen weer. Dat is gewoon. Ja. Is het, ik denk, ja, ik denk dat. Ik weet het niet hoor. Ik kan niet eens hoofd kijken, maar ik denk. Kijk, als ik zaakwaarnemer zou zijn. En ik heb kluivertje en gaat er al zulke bedragen. Dan zou ik ook wel even nadenken van. Hey, moet hij nog wel een jaartje blijven? Of ja, maar over een jaar kan het toch dubbele waard zijn, in principe. Ja, eigenlijk wel. Wat is het met Labiat dan? Heb je nog gesproken, die jongen? Ja, ik heb hem gehad, maar hij wilde niks kwijt. Ik denk dat hij volgend jaar dat hij komt. Ja, hij wilde wel naar Ajax. Ja, toch? Ik denk niet dat hij naar PSV gaat, want hij heeft daar al gezeten en zo. Denk je dat zou ook niet op goede manier weggegaan. Dus nee. Denk je niet dat er al stiekem een soort van deeltjes gemaakt dat als Ziyech bijvoorbeeld weggaat, dat hij, hij komt? Ik denk het wel, ook omdat Ten Hag hem heel graag wil. Ja. Dus gewoon, wachten tot de competitie om is en dan horen we dat wel. Ja. Ik ben benieuwd of hij bij Ajax staat. Ja, past hij bij Ajax, denk je? Ja. Rustige jongen, goede jongen, goede voetballer. Ja, waarom niet? Echt toch? We hebben wel wat creativiteit nodig, denk ik. Als hij weggaat, dan. Ja, hij kan het wel hoor. Ik heb met hem gespeeld toen ik bij PSV mee mocht trainen. Oh ja. Dus dat hij er ook aan. Zoals hij het talentje daar ja. En die gozer kan schieten en acties maken. Hè. Twee benen, goed hoor. Heel goed. Ja, dat is ook altijd een voordeel. Ja. En een heel rustige jongen. Bescheiden. Geen praatjes maken. Gewoon lekker voetballen voor de rest. Ja. Dus ja. Zou wel mooi voor Ajax zijn als hij komt. Ja, wanneer gaan we over PSV heen dan? Ik bedoel, nu moeten ze naar Feyenoord, dan gaan ze verliezen. Ja. Ja, en dan krijg je nog PSV Ajax. Ja, gaan we dan? Wordt dat de wedstrijd dat wij eroverheen gaan? Dat zou wel het mooiste zijn, maar volgens mij heb je ook nog AZ PSV. Hè? Ja, ja hè? Klopt. Dus die kunnen ons ook wel helpen, die gasten. Dat maar. Dat goed, ja. Ja, doen het goed. Dus ik denk dat Ajax wel een goede kans maakt hoor. Echt. Ja, ik hoop het zo. Dat wordt wel echt de wedstrijd door PSV, Ajax, dan ook. Ja. Tenzij Ajax nu het helemaal verneukt. Ja, daar moeten we rekening mee. Maar als ze goed blijven spelen, wordt dat de wedstrijd gewoon. Ja. Ja. Oh, dat is niet normaal. Ja. Dat is wel lekker. En dan winnen. Oh, dan kom ik 3 dagen niet meer thuis. Ja, helemaal gek gaan. En dan volhouden aan het einde nog, hè. Ik ben nou wel een beetje sceptisch. Ja, daarom. Dat is het. Daarna gaan we nog twee. Ja, want in de Graafschap. Ja, dat is dat toen, nee, dat is dat niet normaal. Ja. De Graafschap, ook onderschatting, hoor. Denk, oh, dat laat me gauw even opbouwen. Ja. Oh, ik kon niet geloven, hè. Ik was nog echt een week gewoon helemaal. Ik denk, dit kan niet, dit kan echt niet. Nee, hè, het is ook. Iedereen liep door de stad ook als een soort van zombies. Ja, maar ik zag dus ook, zat ik in de tuin. Ik weet het nog, mijn oude huis, zat ik gewoon in de tuin. Ik zat zo te denken van. Dit kan echt gewoon niet. Dit is niet waar gewoon. Ja. Dat is ongelooflijk. Ja. Gewoon onwerkelijk gewoon. Ja, Graafschap. Ja. Ja, dat is een Graafschap, hè. Maar ja. Laat dit jaar weer dit seizoen kampioen worden. We moeten gewoon hoog in de concentratie blijven. En dan komt het goed. Hoog in concentratie. Ja, dat zegt hij, hè. Ten Haag, toch? Ja, zeker. Ook even ik las wat over een paar nieuwe woordjes of zo, iets van. Ja, joh. Hele rare woorden. Hij zei over het veld, bij PEC zei hij, dat is blessure provocatief. Nou, dat is wel mooi. Mooie woorden. Ja, je moet altijd ageren. Hé, een Louis van Gaaltje met die woorden. En, nieuwe woorden erin. En longline heb je of zo? Ja, longline, ja. Langs de zijlijn spelen. Dat was hem, ja. Langs de zijlijn, en je hebt ook nog iets van de backroom of zo. Ja, en dat was dan de ruimte tussen de keeper en de laatste man. Of zo. Wel, daar had hij ook nog wat over, ja. Ja. Ja, als hij die gasten maar aan het voetballen krijgt, vind ik het dan wel prima. Ja, wat hij mag zegt. Noemen wat hij wil. Ja, joh. Lekker ageren. Ja, we komen er wel. Ja, kunnen nieuwe petjes kopen, jongens, bij mij. Hè? Oh ja, dan sluit me even af met petjes. APDM shop. We hebben Showtime kunnen kopen, jongen. Hè? Bij Showtime. Ja, Showtime. En deze? Top, en die ook. Ja, staat mooi samen ook. Ja, mooi man. Lach man. Nice. Koop gewoon. Koop gewoon, man. Ja. Dat is niet duur. Dat is niks van. Je hebt geen geld. Dan heb je ook geen tijd. Oké. Okay. Ziet er lekker uit dat, hè? Ja, hè? Oh, entrecootjes heb je gemaakt. Lekker? Oh, ja. Oh. Wel lekker.